Deze podcast loopt in samenwerking met Rationaal Belgium. Voor elke branche de juiste apparatuur. Super dat jij hebt afgestemd op de podcast Satellite Gourmet. Mijn gasten zijn gastronomen die werkzaam zijn in de horecasector of een link hebben met gastronomie in de breedste zin van het woord. Hier kunnen ze hun verhaal kwijt over hun onnoemlijke passie voor koken en de horeca, over de cultuur van voedsel en dranken en hoe gastvrijheid de rode draad is en blijft in die mooie sector als die van de horeca. Mijn naam is Sabine Goetals en ik ben jouw host. Veel luisterplezier met deze aflevering. Patrick Spieses, voor wie de naam niet veel zegt, het zegt mij alvast genoeg. Je staat al heel wat jaren in het vak, maar altijd zowat aan de zijlijn. Om andere chefs een forum te geven. Je bent niet de man van de grote woorden, maar wel van de grote daden. Jouw naam kwam mij een eerste keer ter oren toen jij met ja, zo'n hoge koksmuts op foto's prompte. Nee, alweer niet op de voorgrond, maar naast jouw collega Robrecht. Wissels. We dateren 2013. Jouw deelname aan de Bocuse d'Or Europa. Eens te meer legendarisch omdat de jury, onder leiding van toen juryvoorzitter Peter Goossens, jullie als niet-restaurateurs een ticket gaf naar deze prestigieuze wedstrijd. Jullie waren immers keteraars toen, werkzaam bij Belgokketering, die toen al wel volledig de kaart van de verfijnde grootkeuken trok. Patrick, je was een heel belangrijke schakel in die wedstrijd als coach. Het jaar erop deed je het zelfs nog eens opnieuw voor kandidaat Peter Assaert. Dat zo'n wedstrijd zenuwslopend is, is het minste wat je kan zeggen. En daarnaast is het eigenlijk een hele zware voorbereiding. Die eigenlijk wat minder gekend is, omdat alles vaak zo in het geheim verloopt. Patrick Spies was is geen klein bier. Integendeel, hij was meer dan twintig jaar de rechterhand van Pierre Wijnands in de Comchezoit. Patrick, we hebben al drie mooie verhalen in petto. Patrick als souschef, als cateraar en als wedstrijdcoach bij Bocuse Die trouwens in het najaar van 2023 met de Belgische finale opnieuw in Horeca Expo doorgaat. En trouwens, alle oefensessies hier doorgaan in het trainingscentrum. Tegenwoordig ben jij inderdaad actief bij Rationale Belgium als koktechnisch adviseur. Je hebt onder meer de rol van demo-chef, zowel hier in de Cooking Live-ruimte in Zwijndrecht als op de culinaire events en beurzen. Maar je blijft dus altijd een beetje coach. Een andere chef opnieuw doen schitteren, of moet ik nu zeggen, de professionele kokapparatuur van Rationale doen schitteren. Beste Patrick, welkom in Satellite Courmet. En je weet het, bij chefs is altijd ergens een zaadje geplant. Hoe is dat bij jou gegaan? Patrick, was jij als kleine jongen een grote eter? Ja. Um, grote eter, dat weet ik niet. Maar graag eten, zeker. Hè? En um, ik had uh, mama... We waren met vier kinderen, mama, huisvrouw. Hè? Uh, altijd in de weer, maar heel graag koken en bakken. En ik herinner mij um, bijvoorbeeld bij uh, oudjaarsavonden of verjaardagen of wat weet ik allemaal. Mama had er gewoon om heel de familie uit te nodigen. Dan zaten we met een hele bende aan tafel. Uh, fo, dat zal rond de 18, 20 mannen geweest zijn. Alles moest daarvoor opzij geschoven worden, bij manier van spreken. Um, maar dan ging mama een beetje pluizen in haar artikeltjes die ze overal, als ze iets zag, dan kreeg ze het water al in de mond en dan knipte ze dat uit en dan plakte ze dat in en dan had ze boekjes en tijdschriften en noem maar op, noem maar op. Um, maar dan ging ze aan de slag en dan ging ze zoeken, wat zou ik nu maken? En dan natuurlijk, ja, met de zorg van vier kinderen, maar tussendoor altijd daarmee bezig. Want uiteindelijk, ja, als huisvrouw heb je toch een hele opdracht. Je je bent dan niet zo gewoon, ook al doe je dat graag... ...maar je bent dat toch niet zo gewoon om voor een hele binnen te koken. Maar voor haar was dat echt geen opdracht. En, en, en dan boodschappenlijst maken en dienkopen gaan doen... ...en allemaal goed op voorhand gepland. Maar tot, tot zelfs uh, herinner ik mij... Dat, uh, ...dat ze zo een keer een Ossahaas Wellington... ...maar dat was natuurlijk een heel avontuur met dat bladerdeeg. Maar ze bracht het altijd tot de goede einde. En ik denk wel dat, dat, dat daar, ook dagelijks... Lekker eten, niks speciaal, maar ze ging toch elke week naar de markt met dan de, 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 de voiture en de kinderen en meetrekken van Erichem naar Mortsel, te voet met de buurvrouwen, die gingen allemaal mee met een hele binnen. En, um, dan bracht ze altijd toch verse vis mee en dan bracht ze dingen mee. En garnalen aan, aan zee, als we in, in, in Oostende waren. Ongepelde garnaal kopen en zat een kilo, twee kilo, dat deerde er niet. Garnaaltjes pellen, dan van die pelletjes dingen maken en garnaal Oh, Ik krijg ja. het water nu ook al in de mond, Patrick, is als waar, jij is zo vertelt. Maar dus denk, was jij er als kleine jongen ook altijd wel al ja, bij om ook te koken? Dan? Ja, dan stond ik daar wel redelijk kort bij, toch altijd. ja. ja. En, en um, ik denk dat daar. Ja, dat dat bij mij wel gegroeid of, of, of stilaan beginnen groeien is. Eh, tot, ik herinner mij op een vakantie een keer. En gaan eten was natuurlijk ook voor mijn mama. In die tijd was dat nog uitkijken weken op voorhand als ze een keer gingen eten. Eh? Um, en dan zaten we, dan waren we in, in, in Frankrijk, waren we op vakantie. En, en we hadden daar dan, om de vakantie af te sluiten, gingen we dan toch met gezin een keer eten. En, we zaten daar aan tafel en ik denk de maaltijd zo goed als als voorbij, maar dan kwam die chef binnen, een grote man, een grote witte tock, uh, en ik zat daar als kleine gast, want ik was de jongste van vier, en ja, ik moest echt omhoog kijken. Dat was letterlijk een vier. Ja, ik keek dan erop. op en en zo die combinatie van die dingen, even goed een keer dan fondue gaan eten en de goede gezette man met de blauwe schort ontvuur, de kaas afschrapen, zo die. De sfeer, het eten, alles rond. Uh, ja, dat, 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 dat is bij mij wel blijven hangen, zeg maar. Ja. Ja. En ben jij toen naar Piva Antwerpen getrokken op je twaalfde? Wel, uh, ja, natuurlijk. Um, ik. ik, ik, ik. Ik sprak daar dan thuis over, dat ik kok wilde worden. Um, natuurlijk voor mijn ouders helemaal niet bekend, gekend in horeca. Helemaal niet, hè? Uh, Dus dat was wel een heel ding. Dan, dan, mijn papa was vertegenwoordiger, veel op de baan. Ging waarschijnlijk af en toe wel een keer eten. Um, maar stopte regelmatig ook in het Spaans Hof. Ik weet niet, in Breendonk in der tijd. Langs de A12. En, en veel vertegenwoordigers kwamen daar samen. En hij sprak altijd met die, een, een, uh, met die baas daar. En, ja, mijn zoon, ja, hij wil kok worden, maar, maar hoe? Allee, dan toch veel geïnformeerd. En uiteindelijk, hij zegt: Ik heb vier kinderen. Uh, ik heb ondertussen gehoord dat de Hotelschool Kok zijn dat dat de hè, school is. Uh, mijn naam en faam, maar dat is internaat en dat is dit en dat. Is dat. En ons patsen is altijd een beetje een, een, een speciale. We zullen die maar kort bij ons houden. Hoe zo speciaal? Ja, zoals uh, pitvilleraar misschien. Misschien uh, wilde... een goede student dus. Ja, uh, veel studeerde ik niet, maar als de, de drukker kwam dan kon ik dat wel. Maar dan zijn we gaan maar naar Piva. En uh, het is enerzijds de school, maar ook na de school, dan moet je eigenlijk zien dat je in, in de goede huizen terecht kan. ...om daar je stil te leren. Um, en zie dat maar als een investering naar de toekomst. Zeg maar. dus je moet niet naar het geld zien... ...je moet zien dat je je stil kent. En dat was mijn papa. Um, wat dat je doet... ...maakt zo niet uit... ...maar probeer het zo goed mogelijk te doen. En daar hebben wij... ...mijn broer en ik... ...en allee, de vier kinderen waarschijnlijk wel... Um, ...maar vooral de jongens, denk ik... Um, ...heel erg ingepeperd gekregen, zeg maar... Hè? En uh, dan, dan, maar niet van uw twaalf jaar. Ze zijn nog veel te jong om te kiezen voor zo'n, ja, toch wel, ja, belastende, intense job. En twaalf jaar vind ik te jong om te doen. Doe jij maar eerst een beetje Latijn-Grieks. En uh, ik zat toen op sint lievenscollege College in Antwerpen, uh, samen met mijn broer. En dan heb ik daar nog drie jaar Latijn-Grieks gedaan. Um, en dan mocht ik nog de telscholen, dan ben ik inderdaad, uh, in wat jaar was dat? Ik denk 1979 of zoiets zeker. Ja. Want ik herinner mij dat dat net was als piva van de Charlottelei in de tijd, dan naar de ge nieuwe gebouwen onder Desguinlei daar verhuisd is. En dat was natuurlijk, ja, dat was wel een hele, ja, een hele stap eigenlijk. Hè. Ja, maar ik kan me zo niet goed voorstellen, een kleine jongen, ja, je was toen misschien toch al 14, 15 ja, zoiets, jaar oud. Was het streng op school toen? Um, laat zeggen dat dat. Om, ik mocht ook geen beroepsafdeling toe. Mijn papa wou toch nog dat we een beetje algemene. En, en met respect voor alles en iedereen, daar gaat het niet over. Maar mijn papa wou dat. Dat je buiten je vak dat je koos, dat je toch daarnaast nog wat dingen. Hè. En, en ja, we waren toch ook vier talen dat we daar. Onderwezen kregen, maar even goed nog was. Kunnen ja, al en die, al die dingen, een beetje boekhouden en, en allemaal van die dingen. En laat ons zeggen, dat was wel ja, toch redelijk streng. Maar als je dan wat praktijkuren had, dat brak altijd wel een beetje. En laat ons zeggen, daar was dat toch altijd een beetje losser. Ja, dat was wel, ja, dat was wel tof. tof. Oké, okay, dan zie ik zo'n anekdote opborrelen van uh, toen je. Ja. Want als papa zei, we moeten hem toch wel een beetje kort houden. Ja. Dan kan Ik kan me voorstellen dat je met je maten toch wel het een en het ander hebt uitgespokt op die school. Ja. Dan was jij zo'n ja, braaf natuurlijk, lammetje? Natuurlijk, ja. Laten we zeggen, ik was, ik was misschien niet op de voorgrond de nummer één om, om iedereen mee uh, te trekken en alles in gang te steken. Maar laten we zeggen dat ik er altijd wel graag bij was. Hè? En, uh, ja, zo'n anekdote, wat een leraar Frans. En die had al een, een hele prominente neus, een grote neus, zeg maar. En, en dan hadden we zo gezegd, laat ons een keer zo carnavalsneuzen meepakken. En als hij zich omdraait op het bord en dan begint... Ja, iedereen van de klas die een neus op. Maar natuurlijk, tegen dat hij zich omdraaien nam iedereen dat terug af. En zat ik als enige met die neus op. En, en zo, aan ons padje en altijd... Uh... Maar dat was ervoor ook al... Ik, ik, ik heb, denk ik, ja, in school gehad, alle, alle, alle dagen met huis. Mijn mama zei... Ik zie aan uw gezicht hoeveel blaren straf dat moet schrijven. En dat was voor de gekste dingen. Ik moest dan ook vooraan altijd zitten. De leraar wou dat, dat hij mij in door kon houden. Maar dan was ik toch weer altijd ontbabbelen of achter mij of, of gelijk wat. En dan draaide ik mij terug naar hem. En ik zag een vinger uitgestoken. Maar hij had mij waarschijnlijk een, een vraag gesteld. En zegt van Patrick, antwoord jij maar. Dan wist ik niet waarom. En dan beet ik niet een vinger. En zulke dingen allemaal. Zo wat, zo wat, zo wat ja, domme, dommigheden zo. He. Maar... maar Um, geen nood van Dalenstrek. Zo In zo'n opleiding moet je dan kiezen. Hè? Dus je kon kiezen tussen zaal of keuken. Ja. Was de keuken voor jou onmiddellijk van: Dat wil ik. Of, ja. Of, ja. Het eerste jaar moesten wij uh, beide nog doen. En, maar mijn voorkeur ging toch altijd uit naar, naar, naar de keuken, zeg maar. Mm -hmm. uh, um, ik ben, en nu nog altijd, en dat is altijd zo geweest. Uh, Iemand die, die graag wat fysiek bezig was, wat ook veel buiten, oké, okay, in de keuken is die buiten, maar in de zaal moest je altijd zo'n beetje, zeker in die en tijd, hè, dat was de, de, ja, de Nijck, zeg maar, dat wij in Antwerpen zeggen. Um, dus je moest altijd, ja, je wel een beetje uh, zo, hè. En dat was eigenlijk niet, niet echt iets voor mij. En in de keuken. Kon je je verstoppen, hè? Bij manier verstoppen, van verstoppen. Verstoppen, maar, maar gaat daar ook. En dat vond ik ook altijd heel tof. Teamgeest, laat maar zeggen. Dat was in een keuken altijd heel sterk aanwezig. En je kon inderdaad, wauw, wauw, ook weerom om een keer, ja, weer een keer gelachen gezien in een zaal. Ja, en in een tijd ja, dat moest allemaal heel, heel uh, netjes. En afstand en, ja. van de klant nog. En, en, ja. het is dan Wat gegeven. vandaag de dag, dat is dan dat gelukkig overge... allemaal een beetje. Ja, Je zegt gelukkig, men kan daarover ja. discussiëren. Ik vind ja. dat dat wel soms iets heeft. Uh, op sommige plekken zo. Uh. Dat is waar. Natuurlijk was het een droom van ons om, om, om in goede restaurants te wonen. Mijn vrouw en ik, we deden dat graag. Hè? Of, of met de collega's, een uh, paar collega's bij. En dan, dan, dan heb je zo'n instituten, uh, zoals een Roméier of zo. En als je daar dan kwam uh, en, en heel de ceremonie daar rond. Ja, het gaat toch altijd ook veel over de beleving. En dat had je in een tijd wel met de zaalversnijdingen, de zaalbereidingen. Uh, bij de koffie zelf de tasje zien... warm water, werd dat uitgehaald gedroogd. De zaal was redelijk klein, zeg maar. Geen mogelijkheid om met karren rond te rijden, dat ging allemaal niet. Maar Wijnands wou altijd nog wel dat de, de, de mensen van de zaal mee participeren, mee deelname aan de service zeg maar, en niet enkel om op te dienen, maar ook in de keuken. Er moest altijd iemand van de zaal mee aan de pas staan. Er moest mee borden dresseren, er moest mee. Ja, Wijnouds Vond dat er en eigenlijk heeft hem gelijk dat er een groot deel ging van de stijl van, van zaalmensen zeg maar van garçons. Er moest de connectie blijven ja. tussen zaal en ja. keuken en omgekeerd. Ja. Als je dat nu eigenlijk objectief bekijkt, dat is toch eigenlijk de beste opleiding die je kunt hebben. Dat je de twee in de praktijk oefent, zowel een keer in de zaal als in de keuken staan, of dat er inderdaad een connectie is. Zeker en vast. Enerzijds, om, om, je hebt elkaar altijd nodig, want het is een teamwork. Hè? En wat ben je uh, als je iets uit de keuken... Niet op de goede manier kan tot bij de gasten brengen. Wat ben je als, als een garson niet het water in de mond doen, of kan doen krijgen van, van gasten bij het opnemen van een bestemming, of gelijk wat. Maar het moet, het is een goli machine. Je, 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 kunt niet zonder elkaar. En, en het feit dat je, dat je dan toch nog een beetje, uh, die samenwerking hebt, hè, en je moet ook, op, denk ik, langs de andere kant wat begrijpen, uh, wat is, de, de stil van Garçon, die staat tenslotte voor de klant. En die moet. Oh. Hè? Die wisselwerking, dat begrip, dat die, samenwerken, die, 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 die teamgeest. Dat denk ik, dat is, dat is, dat is overal. Maar zeker in horeca. Oké, okay, ik heb niet veel andere plaatsen of dingen gedaan. Maar daar is dat heel sterk aanwezig. Ja, die Pierre Wijnalds, dat is toch iemand die heel speciaals, vindt. ik? Daar kan je niet omheen. Nee. En je noemt hem daar nu. Je noemt ook Comche Je hebt daar twintig jaar gewerkt. Mm -hmm. Maar mijn vraag is wel aan jou: hoe ben jij daar terechtgekomen? Als jij dan ah, ja. zo een, 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 een Pietje Pek was op school of zo, <laughs> dan kan ik me dat niet direct rijmen. Zo van een strenge Pierre Wijnands en dan de Patrick Spieses die daar terecht komt. Ja, laat me dan misschien, als ik mag, voor eerst zeggen: als je, als je heel, heel hard werkt en. Ja, ik mag dat toch wel zeggen: stressvolle job. Op momenten dat de gasten er zijn. En altijd druk op de ketel, dan moet je, dan moet je wat uit laten klepnemen. En je moet, je moet dat kunnen compenseren. En dat kan niet enkel met s'nachts pinten te gaan drinken, wat dat ook wel deed he. Maar je moest tijdens de job een beetje good feeling hebben. Gemoest, he. en, en dat was inkomsten van niet anders. He, no? Niet altijd voor de ogen van Pierre Wannert, want dat was nog dom, natuurlijk. Maar we stonden daar met dertien mannen in de keuken, dertien gasten, allemaal jonge gasten, 18, 19, 20 jaar. Jij was toen ook die ah, ja. tijd? Ja. Ik, had, uh, ik, was van, ik was van school gekomen en, en dan uh, in de buursteden Naarslaar was, was zo het eerste restaurant eigenlijk. En ik denk dat ook, zo voel ik dat aan, misschien niet, niet slecht is om, voordat je de hoge toppen van de gastronomie gaat afschuimen, zeg maar, dat je je een beetje goed voelt in de keuken. Dat je met een mes, met Ja, die beweging, die, die dingen in de keuken, dat je er goed in voelt. Dan neem nou wat stress weg. Als jonge als je gast en non-ervaren en je gaat op, op, op uitzonderlijk niveau, dan komt er zoveel op je af. Ik denk dat het belangrijk is dat, dat je een beetje een bepaalde uh, toch, maturiteit hebt. Uh, Voordat je daaraan begint. Ik had Perouse gedaan. Ik had, ik had La Cirendor in Brussel gedaan. Op Katelijnenplein. Sire d'Or had toen een vies restaurant. Die een ster. Uh, Peruze daarna in Antwerpen. Op de, de, de ja, welgekende Flandria boten in de tijd. Was die een schip dat van mei tot september aan de kade lag. Twee sterren. En dat was voor Antwerpen. Ja, was, was ook uh, een van de vooraanstaande restaurants, zeg maar. Um, en dan, um, dan belde Robert van Duren van La Sirendore Hij belde mij op en hij zegt: Pat zegt hem, als je wilt, ik kan uw inkomsten eens wat binnenkrijgen. Ik is Godverdikke. Um, want, want Robert, die, die tenniste met, met Wijnands, dus die, die kenden elkaar wel wat. En. Uh, ik zeg, ja, dan, dan, dan er is er maar één ding, dan laat ik hier alles vallen, dan ga ik naar Brussel. En natuurlijk, ja, dan, dan zijn de zenuwen wel wat gespannen als je de eerste keer die, die een drempel of die een dorpel moet overstappen en nu gaan presenteren. Hè. En dan zie ik weinig ze er nog, nog in het salon, een apart zitten, um, met zijn sigaren in de tijd. is dan ook wel gestopt, maar we met dat sigaren in de tijd. En allemaal papieren voor hem en, en in het Frans natuurlijk. Ik had voordien tijdens de vakanties wel een keer uh, in Frankrijk een, keer een stage gedaan en, en talen lagen me wel. Maar toch, Allee, je zit toch een beetje nerveus, want je zit toch voor een uh, uh, personaliteit. En, uh, en daar hebben we eigenlijk een hele goede babbel gedaan. Ik stapte buiten en ik mocht beginnen. Ik had, hè, ik had uh, de, het ja-woord gekregen zeg maar, van hem. Direct naar huis gebeld en vol, vol, vol. En op pa zei, Patje, Hoe wordt dat dan geregeld qua qua losment? Gaat jij over een weerga? Gaan jij wat, wat verdient? Ik zeg, oh, dat kan ik allemaal niet vragen. Dat moet ik helemaal niet durven vragen. Wat durven dat ook niet? Ja, we gingen op ons knieën zitten, hè, Bij manier van spreken, dat, wat, dat was, dat was men, men, ja. ja, een soort gastronomische god bij oh, manier van spreken, ja. hè? En achteraf kun je veel dingen gaan plaatsgeven en. en, en andere dingen relativeren, gaat de essentie eruit al gegaan. En, en wat ik nu nog altijd, en, en als ik jongens, want ik heb natuurlijk op die tijd dat ik er was, heb ik heel veel jongens zien passeren. Hè? Um, zoals een timburi en zijn, zijn madame en, en, en noem maar op. Maar als we elkaar terug tegenkomen, hoe dat de gastronomie ook veranderd is. Hoe dat, dat het koken op zich, qua technieken, qua organisatie in een keuken, qua, qua mogelijkheden. Dat allemaal geëvolueerd en veranderd is. Wat dat we, die, die discipline, proper werken, um, respect hebben voor producten, die dingen, ja, ah, dat dat daar werd van s morgens tot s nachts in gedramd. En als je dat al meeneemt, respect ook op jezelf, qua, qua uh, hygiëne, qua, qua. dan sta je al een eindje. En. Dat draag je ook mee in je, je privéleven, denk ik. In, in je ontspanning, in verenigingsleven. In, in... Dat zijn dingen die, die. dat zijn waarden in het leven dat je daar krijgt. Mm -hmm. En dat zit toch heel diep in. Ja. ja. En wat heb je op basis van de keuken. Mm -hmm. van het koken aan zich vooral mm -hmm. van Wijnands geleerd? Um... Zijn keukenstijl, zijn eten, zijn gerechten. Elk gericht. Want, want ik, ik ben daar natuurlijk ook begonnen um, ja, als kleine jongen, zeg maar. Hè. Tot Philippe Bogart dan vertrok. En dan was ik daar, denk ik, onderhalf jaar. Ik was toen, nou, ik weet het ik dan niet, 22 jaar, zoiets. Zeg. En dat wijnaast me vroeg van, ja, Pat, um, zou jij Philippe niet willen opvolgen? Poeh, ja, dat viel op mij. Hè. Als hij jou dat vroeg, dan had hij het toch wel voor je? Denk ik dan. Ja, misschien wel. Ja, er zal wel iets geweest zijn. Ik niet zo bescheiden niet. zijn, dat ik zal wel aan. zijn. Hè? Maar, maar zolang Jij dat twijfelde je twijfelde nog. Ja, voor mij. Ik, ik, ik dacht, dacht ja, ik moet hier van vandaag bij manier van spreken op morgen. Vandaag zit ik mee met de bende. En morgen moet ik daar bij manier van spreken een beetje gaan boven staan. Ik ben al het 20 jaar. Hoe kon ik dat hier allemaal. Als ik Pat pad zeg, dan moet me niet onmiddellijk antwoorden, maar dat was een beetje voor kerstvakantie, dan waren we twee weken gesloten. En uh, als ik nog na het kerstverlof laat, laat mij iets weten, dan. En, en dan heb ik erover, ja, toch wel uiteraard veel, veel over, over nagedacht. En langs de andere kant gezegd van potverdiken. Op Filip was daar elf jaar. Ik zeg, als ik kijk, dat ook nog een keer tien jaar, dat is twintig jaar. Er zijn twee mensen die die kans eigenlijk krijgen. Ja, dan moet, moet je dat doen. Wij veranderden de kaart acht keer op een jaar. Drie menu's en, en de kaart. Maar de, ik neem aan, Patrick, uh, dat het redelijk Frans-Belgisch klassieke keuken was, toch? Het, ja, ja, sowieso. Ja. Bijna was, was heel sterk, vind ik zelf, in de gewone dingen. Wij serveerden zelfs stoempen in het restaurant. Ja, nooit zo lekker gegeten. En daar ging het over. Het was natuurlijk... De, 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 ik zeg het, de gastronomie, de keuken op zich is heel erg geëvolueerd. En dat is ook maar goed, en, en dat is ook logisch. Maar het ging puur, puur naar smaak toe. Echt naar smaak toe. En natuurlijk een goede cuisson. En natuurlijk, maar een gerecht was ook een verhaal. Ik bedoel, alle ingrediënten. dat pasten bij elkaar, naar seizoenen, naar, naar, naar noem maar op. En dat was een sterke punt, denk ik. Wijnands kon eh, een piepkaartje, een, een, een poussijke, stond daar jaren. Heeft al jaren op de kaart gestaan. Maar wie, denk ik, zou dat dan gedurfd hebben? Nu heeft elk restaurant tien verschillende borden. Daar was één serie, zoals we thuis hadden: de serpentjes, koffietasken en dingen, zoals ook. Maar het staat echt in de gerechten. En in de smaak, en in het verhaal, en in de volgen. Want. Je had nog niet die exclusieve producten die van, weet ik waar, wereldwijd allemaal toekwamen. Me. Dat weet ik ook, de kiwis nog, die eerste kiwis Allee, noem maar op. Dus, dus dat waren Belgische producten, dat waren ook de Belgische klassiekers, maar dan verheven gebracht. En, en dat, dat Han ja, enorm in zich buiten dat enorm perfectionist was. We zaten samen telkens om, om nieuwe kaarten te maken en, en ideeën op papier te zetten voor de menu's. En, en daarna ging ik dan aan de slag en ik, 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 ik probeerde die gerechten dan allemaal uit. Maar dat moest allemaal tot op de gram uitgeschreven, want uh, ik zou dat... Want dan proefden we dat daarna, met madame Bij, met hem. En dan schreef ik in troot daarbij de opmerkingen die ze gaven. Maar dan moest ik terug gaan zien in de receptuur. Misschien moet, ik het, misschien moet ik die specerij daar wat minder, wat meer... Wat, en, en Ik herinner me, we hebben nooit een chocoladetaart gemaakt. We hebben dat dertien keer opnieuw geprobeerd. Totdat, ja, voor hem was wat een wauw. Ja. Maar dat is ook wel chic. Ik vind dat ook wel chic. Dus dat heb je eigenlijk allemaal meegenomen. En ja. Ja, was het na twintig jaar verteld, je verhaal, dat je Goh, weg bent ja. gegaan? Nee, verteld, ik denk. Ja, nee. Of wilde je. Uh, wanneer iets is een anders? verhaal verteld? Hè? Um, ja. Ik denk dat je. Dat je als je iets met, met passie doe, dat je nooit verteld geraakt. Maar. En um, um, toen kwam Belgo Catering eraan, hè? Toen, toen, toen kwam Belgo ja. Catering. En, en Bartel de Wolf was een goede klant bij ons. Um, en, 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 ja, want dat... hij heeft eigenlijk een Belgo Catering opgestart, toch? Hè? Ja. Met ja. nog een andere. Met, uh, met twee andere ja. partners, zeg maar. Dus hij kwam je halen? Een beetje wel. Wegplukken. Een beetje wel. Een beetje wel. Maar, maar goed. Je bent maar zo sterk als de omgeving waarin je beweegt. En, en je moet gelukkig kunnen zijn op je werk. Maar je moet ook thuis gelukkig kunnen komen en terug kunnen vertrekken. Wat mij nu wel zeer veel in de mond neemt, hè Patrick. Dat werk en leven mooi in balans. Ja. Maar vroeger maar, hadden jullie vroeger daar ook mee te niet. maken. Hè? Vroeger was dat niet. Nee. Wij hadden oogkleppen op. Ik herinner mij als we getrouwd zijn. Ik, ik, ik zei tegen mijn vrouw. Zij, zij zat in de verpleging. Ik zeg: ga, ga je ook maar in de horeca werken? Dan weten we wat dat is. En stel dat we een zaak beginnen, dan heb je al een beetje voorsprong. Dan weten we wat dat is. En zij heeft dat ook gedaan. Tot wij gehuwd waren. En, en ik in Brussel werkte zij in het Antwerpse. En we hadden één dag samen, om de veertien dagen. En dan kwam zij de andere donderdagen, middags een keer naar Brussel, een uurtje. Maar, maar ik kom met de geboorte van de kinderen. Ja, dat bestond niet. Hè? Drie dagen thuis, vier dagen thuis, of niet? Ik, ik herinner me, mijn zoon is op een maandag geboren. En een maandag was het was, was, wel gesloten, maar we hadden een, een banketje, we hadden een event. Ja, ik ben gaan werken. Hè? Als je er nu op terugkijkt, dan zeg je van ja, hoeft dat dan, hoe moet dat dan? Maar in de tijd was dat gewoon zo. Maar Ingrid, mijn, mijn, mijn vrouw, heeft dat altijd ongelooflijk goed gedragen. En ik kan ook niet zeggen dat 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 we geen 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 moeilijke periode hebben gehad. Maar je mag toch niet vergeten, ik was ik was van half acht ochtends tot twaalf uur weg. En en Ingrid heeft alles gedaan thuis. Dus dat moet je moet sterk zijn, maar ook een heel sterke partner hebben om dat samen te doen en ik was dan op de zot om 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 in het weekend soms bij mensen thuis te gaan koken. Dus dan <laughs> dan was die heel het weekend trok aan. En dan ging er iets mee even voorop te dienen. En, en het werk ging eigenlijk. Ja, een beetje voorals Ja, je, dus je hield tijd. dus wel van je job. Ja. Maar het was even dan beslissen: van oké, okay, een tandje terug. Ik ga uh, bij Belgo Catering gaan werken. Ja. Maar daar was het werk <laughs> eigenlijk niet minder, hè Patrick? Want <laughs> als ik erover lees, dan maakten jullie soms miljoen maaltijden. Ik heb een artikel gelezen dat jullie dus uh, hoeveel... Twee uh, miljoen maaltijden maakten op 27 bedrijfskeukens. Dat was, was de kop van het artikel. Ja, dat is niet normaal. Dat is dat zot. Is dat dat is jullie normaal. eigenlijk bijna nooit catering deden voor minder dan 250 man. Uh, vanaf dan begonnen te tellen. Dus eigenlijk, als je zegt, ik ben oh. een beetje teruggeschroefd. Dat was niet zo. Nee. Maar je had wel een... Naast het koken op, op zich had jij wel ook een specifieke opdracht binnen Belgo Catering. Want ik las eigenlijk. Toen Bartel ook de kaart trok, ik heb het gezegd in de intro. van ook een beetje die catering verfijnd te laten worden, was het toch ook wel duidelijk dat jullie wilden uh, ervoor gaan om vooral Belgische producten, lokale ja. producten. De verhalen te, te brengen. Ja, verhalen, ja, te, brengen. verhalen te brengen. En dat heb. jij toch een klein beetje verantwoordelijk was voor, voor ja. die teelten, voor die producenten te bezoeken. Ja. Klopt dat? Nou, ja, dat klopt helemaal. Ik was een beetje als rechterhand voor Bartel, daar dan naar België ook catering gegaan. Um, en, en dat was natuurlijk een hele stap als je twintig jaar in, in dezelfde omgeving hebt gewerkt. Je, je komt dan van, ja, moet je dat in alle bescheidenheid wel zeggen, van, van toch wel een niveau. Hè? En, maar je stapt dan in een heel andere wereld binnen de sector stap je binnen: de wereld van de grootkeuken. Ja, en evenementen en grote, grote ja. dingen doen. En, en als wij onze receptuur op vier couverts vier personen hadden staan en je moet dan uh, de dag daarna bij manier spreken voor duizend man een evenement gaan doen, dan krapt je toch wel even in nu en dan voel je terug naar een hele kleine jongen. En ik heb dat dan ook heel bewust gedaan, want ook daar weer bij mij komt er heel dik op neer, je hebt elkaar nodig en het is altijd het is altijd een een een, een werk van mensen. Ja, je moet samenwerken en en kinder ja, dat we wel. Oké, okay. ik denk 280 man. Uh, op verschillende locaties. Hè. Zoals je zelf aangeeft, een kleine dertigtal bedrijven. Maar dan hadden we de sportcatering, dat we deden. Dan hadden we evenementen dat we in het weekend deden. Maar Patrick, in wezen komt het op hetzelfde neer. Je moet lekker ja. koken ja. en je moet goed serveren. Ja. Want ik, ik weet nog, spreek me tegen als het niet waar is, maar er was een lange tijd dat men zo'n beetje neerkeek op die grootkeuken. Zo. Ja. Hè? Ja. Het is ook een beetje aan het veranderen, maar dat was zo. Grootkeuken, ja, potjes eten, weet wel. Tegenover alles staat een budget. En dat is nu zeker, maar dat was vroeger ook zo. Maar als je ziet wat, dat, wat op het gebied van catering. wat je met een, een heel beperkt budget moet brengen. En als je daar. die missie is hetzelfde. Hè. Het, is, het is even moeilijk om met caviar en langoustine. iets leuks en origineel en iets lekkers te maken, bij manier van spreken. Dan met de gewone dagelijkse dingen. Als je het wil verheven naar een bepaalde. Je moet de mensen altijd een beetje, een beetje in vervoering brengen. Je moet ze altijd teasen. Je moet altijd... En of dat dan nu met, met, met aardappelen eens praten is. Of, of, of Daar ja, gaat het niet over. Misschien ook. ook een beetje eten-sexy maken. Moet, hè, ja, Patrick? Ja, je moet, je moet, je moet proberen uh, ja, creatief aan de slag te gaan. En respect hebben voor het product en voor smaak. De mensen moeten proeven en erkennen wat ze eten. En dat was vroeger zo en dat is nog altijd zo. En ik denk dat dat nooit voorbij zal gaan. En um, dat was natuurlijk ja, voor mij een hele uh, ommekeer dan in de catering. Um, dan in bijkomstjes bij, van jullie. Ja, 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 ja. ja. Um, en. en ik, ik heb me er dan ook heel klein opgesteld. En, en ik moest dan niet met mijn recepturen afkomen tegen jongens die daar dag en nacht... Want dat was zo. Dag en nacht, zeven op zeven, weer daar gewerkt. Hè. Moest ik niet even naar beneden komen, bij ben mijn niet spreken, in de keuken. Mannen nu vanaf morgen, dat zo en zo en zo doen en niet anders. Dat, dat, zo werkt het niet. En ik heb... Ik ben heb, ik mee in de productie gestart en ik heb mee op evenementen geweest en ik heb mee in de sporten en, en zo stil ik eens aan, ook voeling krijgen van... van hoe gaat dat er aan toe? Mijn probleem... Was en is misschien, het is al wat gebeterd, maar ik kon nooit nee zeggen. En zo, stil ik eens aan, was dat wel leuk, hebben we toch wel wat kunnen bereiken en, en hebben we hier mooie dingen gedaan. Ja, ik kwam ook veel in contact met de lokale producenten, ja. de producten ja. die je vond ja. uh, om te verwerken in de gerechten. Ja. Maar Patrick, we hebben toch prachtige Belgische producten, hè? Uiteraard, uiteraard. Ik herinner mij, ik kom wat toen al hadden we ook iemand die voor ons champignons ging plukken. In België. Ja? En die kwam op een seizoen, zeg maar, ja, samenlopende met, met een beetje het wildseizoen. kwam die met 12, 13 verschillende soorten champignons. waar ik nog nooit van gehoord had, dat staan gezien hadden. Uit de Belgische ja, bossen, hè, van Soniawoud tot Ardennen, tot. tot, tot Buiten daar, maar ons witloof, onze asperges, onze... Buiten de producten ook de bereidingen. De, de, de bereidingen op grootmoederswijze, gelijk dat altijd zo mooi gezegd wordt. Maar het is effectief ook zo. Keuken is, is voor mij, denk ik, ook... een deel eenvoud. Het moeilijke daarin, of de uitdaging daarin, is, is met weinig dingen toch iets, iets maakt dat een beetje... Nou, zoals Sergio het altijd zei, een beetje ja, wat seks on the plate. Is. Maar, uh, het moet niet altijd rokken, maar het moet wel goed in elkaar zitten. Het moet elkaar aanvullen. Het, moet, het, moet, het een moet het ander aanvullen of versterken. Ik hoor vele chefs zeggen: eigenlijk moet je met twee ingrediënten al iets moois kunnen neerzetten. Ja. Twee, maximum drie. En het lijkt mij de grootste uitdaging die er is. Dat ja. kan, hè? Het kan zeker. Ja. ja. Nemen we even een, een stapje verder. Mm -hmm. Ik heb het gezegd in de intro, die Bocuse Door. Ja. Um, ja, vandaag de dag bestaat die wedstrijd nog altijd. Hè? Zeker. Ja. Ik vind het altijd iets heel bizars. Mm -hmm. Want als je dan, dat meemaakt, uh, in Lyon bijvoorbeeld, mm -hmm. dan is dat meestal bijna een voetbalwedstrijd, om het zo te zeggen: oh, Olympische hè? Spelen. Olympische Spelen. <laughs> ja. ja, maar. Robrecht kwam toen ook bij Belgo Catering en dan beslissen jullie samen om deel te nemen aan de Bocuse d'Or. Ja. Was dat heel spontaan gegaan of was je een beetje onder druk gezet om mee te nee, doen? Niet, nee, helemaal nee, 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 nee. niet. Laat. Robrecht heb ik het eerst ontmoet ook in Komstjeswan. Ik heb met Robrecht samen in Komstjeswan gewerkt. En, en Robrecht is toen vertrokken, heeft redelijk wel in het buitenland gezeten en, en ben je heel toevallig terug. Op een terras in Antwerpen aan de Leopoldplaats ben ik dit tegengekomen. Rob, je wist ja. En zo is hij uiteindelijk bij Belgo -catering gekomen. Robrecht is een, ook een hele. Een man van. van met, met heel veel discipline. Niet de gemakkelijkste, maar dat kan ook niet. en dat hoeft ook niet. Maar wij voelden elkaar altijd wel goed aan. En. en. Allez, ik moet even goed. Heel, heel veel. ja, toch wel. Uh, of heel dankbaar zijn tegenover Bartel de Broef, want die maakten het ook allemaal mogelijk. Hè? Er gaan heel grote budgetten aan bij die wedstrijd uh, komen erbij te pas. En laat ons maar zeggen, in België, op die moment was niet de structuur zoals, zoals bij de Denen of, of de Scandinaven of Frankrijk. Uh, in België was dat nog niet zo. Ik herinnerde dat in een tijd dat ze inkomstenzwan een keer kwamen. Trainen en proeven. Met dan Freddy van der Kasseri was er bij een paar. Maar dat was, eigenlijk was dat één, ik mag niet zeggen amateurisme, maar dat was geen structuur. Hè? En um, Bartel heeft dat toch mee geduwd, samen met ons. Maar je mag toch niet vergeten, dat is een wedstrijd die, die, die loopt eigenlijk over twee jaar. En met verschillende selecties, hier heb eerst België, dan heb je Europa en dan heb je de wereldfinale in, in Lyon. Um, geen gemakkelijke opdrachten. En, en um, daar moet buiten je dagdagelijkse job natuurlijk. Dan moet heel hard op getraind worden. En niet alleen naar het naar plateau moest ontwikkelen, het gerecht moest ontwikkelen. Ik kreeg enkele ingrediënten opgelegd, maar daar moest je dan mee aan de slag. Maar waar, zat het, of waar zit het trainingsaspect eigenlijk in? Is dat de tijdspannen die je moet respecteren? Al, alles. Je moest binnen, op vijf uur moet je, moet je het, uh, het rond hebben. Um, maar ook naar smaak, naar samenstelling, naar presentatie. Op welke plateau. Uh, je krijgt dan een commie, want er is een wedstrijd voor, ook voor een commie. Je moet dat samen met die jongen trainen. Je moet, je moet zien dat je, dat je overeenkomt. Ik heb... Maar jij was coach, hè? Ik was coach toen, ja. Hoe was dat? Um, dat was, dat was een, een, een dankbare functie, vond ik. Maar niet altijd heel makkelijk, Eigenlijk moest, moest je er een beetje voor zorgen dat, dat die jongens um, zich konden focussen op echt het koken zelf. Dat ze zich voor de rest allemaal niks moesten aantrekken. En dat, dat gaat weer om dat team, want dat is zo belangrijk in alles dus wat je doet. Het is eigenlijk hier, denk ook ik. het menselijke. Je, 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 moet, je, moet, je moet door dik en dun, je moet door vuur kunnen lopen. Je moet, te zijn, hè? Je moet ja zijn. En het is een keer daarom ploft. En ik zie ons daar nog. Zitten in, in, in de opslagruimte van, van belgo catering, was ik nog een brico platen gaan halen en er op maat zelf gezaagd, je getimmerd in de winter. Het vriezen daar zonder verwarming. We zaten om een muts, met z'n allen we dat. Weer eigenlijk een heel mooi verhaal geschreven, want, want uiteindelijk, ik denk, mijn Robrecht zijn we toch ook negende. Uh, Geëindigd. Ik dacht elfde. elfde. Als ik en met Peter ja. negende geëindigd. Ja. Uh, tweede, tweede keer dat we dat gedaan hebben. Wat op zich niet slecht is, want zoals oh. je zegt, uh, andere dat is een landen. De hele prestatie van het een... Winnen dan altijd wel, maar daar zit zoveel budget in. Ja. Dat is een machine. En als België dan een elfde plaats kan halen, maar jullie, maar oprecht, dan is dat is fantastisch. Maar, maar het is ook een beetje een beweging daarachter. Hè? Want je gaat Ferdi, die het zelf ja, gedaan had. absoluut. Die Verdi. daar heel hard... Die en heeft ooit dus zijn medaille behaald, toch? Ja, ja, ja. Met zijn, mijn, mijn aan, hè, zijn, zijn, zijn vrouw. Uh, ja, stuwende krachten erachter. En moest je die mensen... En Ketting is maar zo sterk als de schakels op Petje zich. Zet je af hè? Ja, is En waar. natuurlijk ook nu dan hè, met de de roover is het ook eens ja, heel goed Ja, gedaan. ja, ja. En die, hij heeft... die die jonge generatie. Ja. Dat is ook niet makkelijk dat die daar zich voor inzetten hè? Nee, want ik wij, wij begonnen te trainen om vijf uur s morgens, terwijl dat je service Voor jongens in het restaurant misschien gedaan hebt om twaalf uur, negen uur s'nachts. Om vijf uur sta je daar terug voor te trainen een hele dag enzovoort, enzovoort Dat is heel belastend, heel vermoeiend. En je moet daar heel gedreven in zijn. En, en Loden ook. Maar ik was toen niet meer bij Belgo Catering. Um, had mij gevraagd van, wat wilde jij voor mij als coach fungeren. Zou je weer ja gezegd hebben? Want straks wordt er zap. weer hier getraind. Hè? Misschien ga je, ja. ja, je er van weg te slaan zijn dan? Nooit, hè. <laughs> dat, die, dat, dat zijn zo'n intense momenten geweest. Het mooiste blijft altijd hangen. Wauw. Weet stuff, je he? dat wij al 45 minuten aan het praten zijn? Wat verdoen we met dat twee dagen doen, jongens? <laughs> <laughs> en ik heb nog niet eens over je job van vandaag gepraat. Nee. Want dan moeten we er zeker nog eens doorsleuren. Ja, dat gaan we doen. Hè. Dat gaan we nu doen. Kooktechnisch adviseur bij Rational. Ja. Je blijft ergens weer coach, zoals ik in de intro heb gezegd. Maar misschien even voor de luisteraars, want we zitten hier eigenlijk in een prachtige ruimte. Uh -huh. Next Level Cooking uh -huh. in Zwijndrecht. Ja. Uh, en uh, wat doe jij precies? Kooktechnisch adviseur, zeg je. Je gaat klanten ja. ondersteunen, je geeft demos. Ja. Um, ja. Wat vind je van deze job eigenlijk? Ja. Je bent weer aan het coachen, hè? Um, wie ben ik om te zeggen dat ik, dat ik coach ben? Bepaalde dingen vind ik altijd belangrijk. Ja, en Dat is, dat is, dat is ja, in, in die ploegvormen, dat is overeenkomen, maar dat is ook durven zeggen waar het op staat, durven eerlijk zijn met respect en, en blijft dat voor elkaar. En, en dat, dat zal ik altijd in overal meedragen en proberen uh, uit te dragen. Zeg maar. En in dat opzicht hier, ik ben hier, ben hier in een leuke binnen, in, in een ferm bedrijf, met, met nu hier te zijn en dat je, of te werken en dat je dat toestel, goh, wie ben ik om te zeggen, door en door kent dan zeg je potverdekken in een tijd waar we er veel meer kunnen uithalen. En laat dat nu juist zijn wat dat wij eigenlijk trachten te doen. En ik denk dat dat een beetje uniek is, in, zeg maar wereldwijd, want, want uiteindelijk is Rational wereldmarktleider uh, van, van uh, professioneel topmateriaal, zeg maar. Maar er kan zoveel met die toestellen, waardoor je bijna... Personeelslid bij hebt in de keuken, zeg maar. En die spreekt nooit tegen. Nee. En, en is ook nooit ziek. Hij is nooit ziek. En stel dat hem en ziek In die zin wordt, is die goedkoop, hè? Hoe zeg je? In die zin is die wel goedkoop. Ja, ik denk, ik denk wat is duur? Tuurlijk staat er wel een kostenplaats tegenover, maar als dat toestel dagelijks draait en nu ter ondersteuning staat en, en ter hulp daar staat. Of dat draait maar vijf minuten op de dag. Ja, dan, dan zet je dat in een heel ander daglicht. Dus ik, ik vind die prijs eigenlijk uh, niet zo relevant. Um, voor wat je uh, voor wat terug je krijgt, krijgt. Voor wat je krijgt. En, en, en dat is wat wij trachten te doen als, ja, zoals jij ook zegt, mijn groot uh, woordkooptechnisch adviseur. Um, een beetje onze ervaring als, als kok, waar ik blij om ben, dat ik dat nu nog altijd een beetje kan gebruiken... Um, en dat je, dat je heel veel mensen ziet, dat je, dat je altijd bij de klanten zit en dat je ze kan mee op weg zetten, mee helpen. Wij gaan niet zeggen hoe ze het moeten doen, maar we gaan hun tools aanreiken. We gaan hen daarin ondersteunen om hun ding op zijn best te kunnen brengen, zeg maar. Ja, en om het te duiden: is leuk, het is plezier. niet alleen binnen de horeca gastronomie, ook de slagers, ook bakkers ja, kunnen eigenlijk heel breed, gebruik maken he? heel van breed. de rationale. Overal waar er genoten en gegeten wordt <laughs>, hoor je ja, toch wel een rationeel een keer vallen ja. en, dus je, en, je bent gelukkig in deze job vandaag? Ik ben zeker heel gelukkig ik ben zeker heel gelukkig omdat je bij, met leuke mensen uh, kan samenwerken en ik, ik geef ook eerlijk toe ik heb nu ondertussen een kleinzoon en, en ik heb nu zeg maar toch wel een beetje meer tijd om af en toe dat ook een keer te kunnen proeven ik, ik leer misschien nu van, van de jeugd of de kinderen um, dat, je, dat, je, um, dat er andere dingen zijn in het leven buiten, buiten werken, werken, werken. En um, dat is belangrijk. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. En daar geniet ik enorm van. Maar ik heb... Ja... Die samenhorigheid, dat groeps Die... die, die, die ja, dat is... Ik denk... In horeca, dat, dat is uniek. Ik denk dat je ook weinig, weinig dingen vindt. En... en ja, dat is de max. Dat is fantastisch. De mooiste job ter wereld, zegt ja, men soms. Toch wel, toch wel, ja, toch wel. Ja. Intens, maar. maar dan, is de, dan is de voldoening ook eens zo groot, denk ik. En dan, en dan nu de, de terugkerende, terugkerende vraag: vraag. Patrick, mm -hmm. als jij uit je carrière tot nu één mm -hmm. mooi moment of één anekdote, één hilarisch moment zelfs misschien, mag opnieuw beleven. Welk moment pik je er dan uit? Och. We spreken, we spreken over, over ja, 40 jaar. Hè? 40 jaar in de Laten um, Laat ons zeggen dat, dat um, het verhaal Comcessois op zich een heel sterke indruk op mij heeft nagelaten. Maar er zijn natuurlijk wel heel hilarische dingen geweest en, en, en toestanden. En die we zelf een beetje voeden op die moment. Uh, noem er eens eentje die je nu opnieuw zou willen meemaken. Oh ja, willen <laughs> meemaken. Ik herinner mij, ik herinner mij, uh, ja, steekt altijd wat fratsen uit. Hè. Je gaat verschillende parties in de keuken. En, en ik stond toen aan, aan de garnituren, zeg maar. Waar uh, de groenten bij garnituren, uh, noem maar op. En Carol Wins, wel bekend van, van de pastorie in Lichtart nu. Hij was een goede copain in de tijd van mij. Nog trouwens. De welgekende Fazant Brabanton. Fazant met witloof. En in ik heb, ik heb er net al gezegd: alles was afgemeten, afgewogen. Afge... En aan de kaart: vier stukjes witloof per persoon. In menu: drie stukjes witloof per persoon. De Bon kwam binnen. En, ja, de wie? De, de, de bestelling kwam binnen. Ah oh, ja, de bon. De, de bon, <laughs> ja. En ieder wist dan onmiddellijk wat moest doen natuurlijk. Hè. Je schoot in gang. En, en voor mij was dat dan onder andere het witloof. Mooi in boter kleuren. Want die boter, dat was goud. boter was goud in de keuken. Hij werd altijd... Gedeglaceerd. Ja, dat komt me in de mond. En dan het plateau. Tafel vijf en tafel zeven. En tafel zoveel. En de witloof slagen erin. En Karl kwam Je Die pakte er een uit. Die nette dat op. Die zei tegen niemand iets. En dan was het moment om door te geven. Wijnands. Dan vlaat tafel zoveel. Iedereen bracht. Wist wat hij moest brengen. En dan zeg je... Ik maak hier een stuk witloof. Wijnands zag alles. Zulke dingen... Dat zijn, dat zijn momenten waar we strooien dan wat gemalen peper op, op het fornuis van de een of de ander, want dan tranen in de ogen niezen. Maar dan sneeuwen we ook wel de potlekkers een keer heel fijn de, de rubber in op de stoom. Dan, dan rook het, dan verbrande rubber. Oh. En het eerste wat je deed was met een, met een handdoek erover wrijven om dat eraf te halen. Maar je wreef dat maar meer uit, dus daar ook nog harder. En Wijnand zat op een gegeven moment, hij rook dan. Als ik mannen zei: stop de service. Stop de service. Er is hier iets. Elektriciteit iets ontsmeulen, een, een, een draadje, een kabel van een oven of het een of het ander. Maar wij wisten natuurlijk wel beter. En wij stonden een beetje te grinniken. En hij ging op toestellen toestel en stop. En, ja, waar is de okay, toestand? Het was een beetje wijnandsplagen. Misschien wel. Om liefde te vragen. <laughs> Dankjewel Patrick voor dit uh, mooie verhaal. Het was plezier. mij een groot genoegen. En ik wens je verder heel veel succes nog hier als inderdaad kooktechnisch adviseur, coach, demochef. Patrick, hoe hij is bij Rationaal Belgium. Dankjewel. Dankjewel voor de mooie, leuke pap. Bedankt dat je bij ons was. We hadden het goed samen. Blijf vooral luisteren en word abonnee van mijn podcast via Spotify, Google, Apple of Stitcher. Kijk naar de podcastvideo's via YouTube. Wil jij op de hoogte blijven? Volg Satellite Gourmet op Instagram, Facebook of LinkedIn. Ik zou het fijn vinden als jij bij een aflevering een reactie nalaat via satellitegourmet.com. Tot de volgende. Rationaal. Ontdek nu het Rationaal Termijnbetalingsplan: de beste ondersteuning bij de aankoop van de nieuwste apparatuur. Alle info op rationaal.be